The Beauty of Imperfection heet het project. Ode aan de imperfectie. Fotograaf Rob Nijhuis uit Wierden fotografeert 20 vrouwen met een bijzondere schoonheidscomponent. Dames met bijvoorbeeld een hazenlip, littekens, kaalheid en een wijnvlek. Nijhuis maakt prachtige portretten. In deze reportage vertelt hij er meer over. De serie die heet The Beauty of Imperfection. En waarbij ik zeg maar mijn streven is om 20 modellen te fotograferen die eigenlijk allemaal een imperfectie hebben in het gezicht. En dat is de groep tussen de 16 en de 30. En daar wil ik dus echt ook echt een portret maken van ze. En de imperfectie wil ik terug laten komen ook in de foto, maar dan in een ander gedeelte. Zoals ik bijvoorbeeld al met Marloes heb gedaan en met Sandra. En dat is gewoon heel erg leuk. En ik had het project al best wel lang op de plank liggen. Maar eigenlijk nooit aan begonnen ook. Maar nu met corona had ik wat iets minder te doen. En toen zag ik Marloes weer in de supermarkt. En toen dacht ik van ja, hebbes. Nou moet ik echt gaan starten met die serie. Want hoe is dit contact tot stand gekomen? Rob had mij toevallig een jaartje geleden een keer gefotografeerd. En toen zag hij mij, een paar maanden geleden denk ik, in de supermarkt. Ja, precies. Wist ik niet. En toen dacht hij, die moet ik hebben. Dus toen heeft hij mij een berichtje gedaan via Facebook. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen, zeg maar. En wat dacht je toen hij een berichtje stuurde? Dacht je gelijk, ja, hier ga ik mee doen? Ja, eerlijk gezegd wel eigenlijk. Ja, ik heb het eigenlijk altijd wel belangrijk gevonden om dat gewoon aan iedereen te laten zien en ook dat zoiets er mag zijn, zeg maar. En juist met zo'n project als dit maak je er eigenlijk op een beetje op een kunstige manier wel iets moois van, zeg maar. Ja. Rob, wat is het mooie aan deze vrouwen? Ja, goed, ja, daar kan je zelf wel zien wat hier mooi in is natuurlijk. Ze is op de eerste plaats ontzettend voor de genie. Dat zag ik al gelijk toen ik haar bij de harmonie zag. Prachtig oog, heel mooi gezicht, mooie mond. En ze is ook heel lief, dus dat scheelt natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel heel erg prettig om mee te werken dan. Nee, maar gewoon echt, ja, dit is gewoon een plaatje. Kun je iets vertellen, dat heb je al vanaf je geboorte? Ja, het is een wijnvlek en daar word je inderdaad mee geboren. En ik ben, denk ik, van mijn tweede tot mijn vijfde ben ik wel elke 2 maanden gelezen. Dat kon je toen voor kiezen, zeg maar, als ouders. En, maar dat hielp bij mij niet, zoals je ziet. Dat vind ik achteraf helemaal niet erg. Dus ontzettend blij mee en trots. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat je er wel moeite mee hebt. Dat je een imperfectie hebt, zeg maar. Zoals, ik zie het zelf niet zo als een imperfectie, maar het project moet een naam hebben. Ja, en, maar ik snap heel goed dat andere meiden wel daar last van hebben, zeg maar. Ja, en dan is het mooi om met deze modellen samen te laten zien dat het iets heel moois is. En iets waar je trots op mag zijn. Waar komt ze terecht? Wat ga je ermee doen? Ja, ik ben, ik ben benaderd door het huis van Katoen en Nu in Almelo. Dat is ook mijn geboortestad, dus dat vond ik op zich heel erg leuk. Erwin Lette die heeft daar een heel mooi iets neergezet. En die heeft mij gevraagd, van, joh, zou jij de expositie hier willen houden? En nu met corona wordt het een beetje lastig. Want op zich, de foto's zijn nog niet helemaal klaar. En je kan natuurlijk geen grote groep mensen uitnodigen. Dus als ik daar exposeer, wordt het aan het eind van het jaar, zeg maar, het laatste kwartaal. Misschien oktober, november. En daar wil ik ook wel een beetje groots uitpakken ook. Dat je daar echt wel veel mensen kwijt kunt die het project ook gaan zien. En dat wordt gewoon super. Ik heb daar echt heel veel zin in.